De Amsterdamse RAI heeft het landbouwwerktuig in de meest ruime zin binnen zijn muren gehaald op een gelijknamige tentoonstelling. De bezoeker krijgt een overweldigende indruk van de mechanisatie in de Nederlandse landbouw. Een snelle omwenteling die zich overigens op vreedzame wijze voltrekt. Geheel nieuw is de maaiboot, bestemd voor het verwijderen van waterplanten uit sloten en vaarten. Hij kan over land naar zijn doel worden gebracht. Het maaiwerk wordt verricht door horizontale en verticale messen. De machines voor het rooien van aardappelen en bieten blijken verder geperfectioneerd te zijn. Een deel van de grote expositie is gewijd aan de sorteermachines voor fruit, die steeds ingenieuzer worden, zodat beschadiging der vruchten vrijwel niet meer kan optreden. Pronkstuk van de tentoonstelling is de gecombineerde maaidurser van Zweedse makelij, die al voor 33.000 gulden verkrijgbaar is. De bestuurder heeft steeds een goed zicht op maaibord en haspel. Vooral de gezeten boer had op deze tentoonstelling heel wat te bekijken. Maar hij niet alleen. Talloze Amsterdammers konden hier kennismaken met de vele werktuigen die in de Nederlandse landbouw van steeds groter betekenis worden.